maar dat ging een beetje mis. Omdat we weer geld moesten inzamelen voor allerlei goede doelen. Kom maar gewicht, ga ik zien en dan moet dat binnenkomen. Dus vandaar dat wij nu nog een officieel gedeelte doen. En waar gaat het om? Het gaat om de winnaar van de prognosecompetitie. Oftewel, dat is iemand die heel goed van tevoren de uitslagen heeft ingevuld van het vorige seizoen. En daar hebben we een winnaar. En die winnaar is, ik had hem al in beeld gezien. En we hebben een mooi plaatje voor hem, want normaal doen we dat op het podium. Ik even kijken of die snoer lang genoeg is. Ja. Dus hij kan hier mooi naast mij op het podium op de stoel komen staan. Daar is hier een applausje voor Ben. Boeien! Ben die scoorde gigantisch op die competitie. Ben, ja, dan volgt toch de onvermijdelijke Joep Schreuder vraag. Hoe voel je je nu? Nou, bang van al die mensen. Ja, die mensen zijn levensgevaarlijk natuurlijk. Ook een klein beetje Makaleli gevoel. Nou, niet echt toch. Zing, en nog wel wat gewend. Goed zo. Uiteraard horen daar wel prijzen bij. Leon, door wie waren die prijzen weer gesponsord? Want ik moest verplicht al die sponsornamen noemen, maar daar ben ik heel slecht in. Wie? Wat? Die hebben we gekregen van voetbalculture.com. Ja, nog een keer, Pino. Voetbalculture.com. Moeilijk, hè? Praten naar 16 bier. Voetbalculture.com, allemaal op die site kijken. En dan zien we daar van alles. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar goed, de prijzen. Prijzen. Goed. Ja, zoals jullie weten gaat het allemaal best slecht met NAC. Financieel. Maar wij hebben het voor elkaar. De rat heeft het voor elkaar. Dames en heren, het laatste lijk uit de kast. Lijk 1912. Die hebben wij hier gevonden. Die viel uit de kast bij Theo Mommers. Dag Theo. Ja, hallo Theo. Hoe gaat het Theo? Theo zegt niet veel meer. En dat is misschien maar goed ook. Dames en heren, dit is lijk 1912. Dat is het laatste lijk uit de kast. Als er nou nog een lijk uit flikkert, dan klopt er iets niet. Ben, dat lijk is voor jou. Dat is een prachtige prijs. Er hangen wat kledingstukken aan. Een sjaal van voetbalculture.com. Dat moest ik 16 keer zeggen. Dus. En een trui. Nee, hoe heet zo'n ding? Leon, hoe heet zo'n ding alweer? Een hoodie. Een hoodie. Ja, vroeger noemden ze daar gewoon een trui met een capuchon. Maar goed, een hoodie van voetbalculture.com. Nog 10 keer, Pino, dan ben je. Voetbalculture.com. Ben, dat is voor jou. Als terechte winnaar van de radprognosecompetitie. Ben, alsjeblieft. Doe er eens voor mij met de spullen van voetbalculture.com. En dan ben ik meer een kotsbeu. Ja, wij hopen dat de scheidsrechter Makaleli aan het einde van het seizoen ook zo uitziet. Dan hebben we alweer... Ik word een beetje moe van die man. Ben ik er nou veel op plafond of niet? Morgen praten. Als deze man nog een keer zijn mond open doet, dan hoef ik hem persoonlijk niet. Goed, dat staat. Dames en heren, ik wil nog even een pauze van Ben. Hey! Zo, dan gaan we even een stukje muziek draaien. Ja, doe maar. En hier denk ik. Dit interview. Val je op oude vrouw, hè? Of Hallo, de Polonaise, hey!